Ik heropen de vergadering van de tijdelijke parlementaire onderzoekscommissie ICT. Ik heet van harte welkom de heer De Pachter. Van 1976 tot 2009 werkend voor Volker Wessels en werkmaatschappijen, maar ik zeg maar even Volker Wessels. Wij gaan u allerlei vragen stellen en daarbij zullen mevrouw Fokke en de heer Ulenbelt het voortouw nemen. Maar ook mevrouw Bruinslot en de heer Van Menen en ikzelf luisteren mee en mogen af en toe ook wat vragen als dat zo uit zou komen. De laatste jaren zat u in de Raad van Bestuur als lid van de Raad van Bestuur. En had u ook in portefeuille de A73. Daarbij, we hebben het daar al eerder over gehad in onze gesprekken. En toen heb ik het ook een beetje uitgelegd. Ik zal dat zo kort mogelijk doen. Wegen in Limburg. Wegenstelsel waarbij onder meer twee tunnels, Roer en Zwalmen. En daar was Volker Wessels bij betrokken om een hele hoop techniek ook te organiseren van belang voor veiligheid en doorstroming. Ik hou het bij die algemene termen op dit moment. Hoeveel tijd was u daarmee zoet als lid van de Raad van Bestuur? Ja, vanaf het moment dat ik betrokken ben geraakt bij dat project zat dat zo tussen een halve dag en een dag in de week. En dat is voor een lid van de Raad van Bestuur denk ik relatief veel voor zo'n soort. Dat is exceptioneel. En waarom was dat? Ja, gezien de gerezen problematiek vroeg het project zoveel aandacht van het bestuur en dat geef je dan ook aan zo'n project. Ja. Dus het was zeg ook de publicitaire en maatschappelijke gevoeligheid die maakte dat het op Raad van Bestuurniveau moest worden behandeld? Nou, dat heb ik niet zo ervaren. Dat zat meer echt op de sturing om het project open te krijgen. En dat is bij dit soort projecten, als het fout zit, ingewikkeld genoeg. Goed. Ik geef het woord aan mevrouw Fokker. Dank u wel. Kunt u ons iets specifieker vertellen in welke periode u betrokken was bij de A73? Ja, op de maand nauwkeurig kan u dat niet zeggen, maar dat is in de loop van 2008 geweest tot het moment dat ik vertrokken ben bij Volker Wessels. Ik ben uiteindelijk nog een keer naar de openstelling geweest in december 2009. Dus ergens van voorjaar 2008 tot oktober, november 2009. En toen u in 2008 aan de slag ging met de A73-tunnels, hoe stond het er op dat moment voor? En misschien even, als u me toestaat, terug waarom en hoe ik betrokken ben geraakt bij het werk. Want de bedrijven van Volker Wessels die dit project realiseerden zaten niet in mijn directe portefeuille. Volker Wessels kende in mijn tijd een bestuursmodel waar een drietal mensen verantwoordelijk waren voor verwerving, in zijn algemeenheid gesproken, voor verwerving en realisatie, COO's, hoe je ze ook wil noemen. En een collega van mij behandelde deze twee bedrijven in zijn portefeuille zitten. Uiteraard, als je een collegiaal bestuur hebt zoals wij dat hadden, weet jij van elkaar welke dossiers wat moeilijk gaan lopen. En dit was een van de dossiers die moeilijk ging lopen in de loop van de tijd. En gaande de rit is er eigenlijk een natuurlijke overloop gegaan dat ik wat meer op de voorgrond ben gekomen voor dit project en op enig moment de verantwoordelijkheid heb overgenomen. Dus in die zin heeft er een zekere wisseling in verantwoordelijkheid plaatsgevonden bij Volker Wessels op bestuursniveau voor dit project. En dan terug te komen op uw vraag, hè, wat trof ik aan? Want u was chef moeilijke projecten daar of zo? Nee, dat ging eigenlijk automatisch zo. Ik was niet chef moeilijke projecten, nee. En dan terug te komen op uw vraag. Ik trof een werk aan in volstrekte verwarring, wat vastgelopen was. Waar de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer verstoord was. Een werk waar de cashpositie dramatisch was. Dus echt een werk wat vast was, dat trof ik aan. Hoe kwam dat? Ja, dat is een simpele en korte vraag. Dat kent natuurlijk een heel verhaal. Als ik het heel kort zeg, kwam dat doordat er gedurende het werk, het project vanaf aannemen tot het moment waar ik dan betrokken raakte bij dat project, er een veelheid aan wijzigingen is geweest waar partijen moeilijk mee om zijn gegaan en ook eigenlijk geen handvat voor gevonden hebben hoe dat af te handelen. Ja, maar
kunt u daar wat specifieker over zijn? Hè? Want waar twee vechten, hebben er twee schuld. Dus hoe zat dat dan precies in elkaar? Ja, ik ga niet over schuldvragen praten, want u zegt het heel mooi. Waar twee vechten, hebben er twee schuld. Zo zal het ook wel zijn geweest op dat project. De feitelijkheid is dat het project is aangenomen. Dat er gedurende de uitvoering een wetswijziging is gekomen, de zogenaamde tunnelwet. Die een wezenlijke andere benadering van het project vroeg. Waarbij in het verleden dit soort werken ook door Volker Wessels is gerealiseerd. Als het ware bottom-up, denkend vanuit wat dan heette deelinstallaties naar de bediening, besturing en naar de verkeerscentrale. En met testen aangetoond werd, het doet het allemaal. En de tunnelwet in één keer een enorm accent legde op veiligheid, hè, naar aanleiding van de ongelukken in Zuid-Europa. Logisch, hè, geen discussie over. En een zeer, zeer zwaar accent legde op het aantonen. En in één keer niet meer die bottom-up benadering mogelijk maakte. Dat is een enorme wijziging geweest. En de tweede is natuurlijk het doorvoeren van het watermistsysteem geweest, wat een mega wijziging is geweest in het project. We komen straks ook nog specifiek op die processen. Maar toen u in 2008 bij het project betrokken werd, was er natuurlijk nog wel iets heel bijzonders aan de hand. Want de tunnels waren niet helemaal open, maar waren gedeeltelijk open. Kunt u daar meer over vertellen hoe dat in elkaar zat? Maar niet dan nadat ik u heb gevraagd uw microfoon iets omhoog te duwen. Dan bent u thuis beter te verstaan, horen wij. Gaat u gaan. Kijk aan. Ik trof inderdaad een tweetal tunnels aan die half opengesteld waren. Waar in plaats van over de twee rijbanen er over één rijbaan werd gereden. En het idee was blijkbaar geweest in die besluitvorming. Dat je dan via de andere rijbaan kon werken, dus door kon gaan. Dat was waarschijnlijk het idee, dat was niet de feitelijkheid. Wat was dan de feitelijkheid? De feitelijkheid was dat je als uitvoerende partij niet achter de afscheiding mocht werken, anders dan dat het verkeer er niet doorheen reed. Dus je mocht wel werken in het middentunnelkanaal, het middelste gedeelte van de tunnel, wat echt helemaal tussen betonnen muren zat. Maar je mocht niet werken op de rijbaan die afgezet was. En daardoor was de tijdwinst die ooit beoogd is geweest voor die gedeeltelijke openstelling snel verdampt. Dus als ik het eigenlijk vertaal, heeft juist die gedeeltelijke openstelling misschien het project wel heel ernstig vertraagd? Dat zou ik u niet kunnen vertellen. Dat is achteraf kijken. Die analyse heb ik nooit gemaakt. Nee, maar als u zegt over wat je qua werkzaamheden allemaal wel en niet kunt doen met een beperkte openstelling, dan kan ik niet anders dan met heel gezond verstand concluderen dat je dus harder door kunt werken als een tunnel helemaal is afgesloten dan wanneer die gedeeltelijk open is. Want dan moet je vanwege allerlei veiligheidsmaatregelen kun je bepaalde werkzaamheden wellicht niet uitvoeren. Ja, ik snap uw redenering. Ik vind hem erg kort op de bocht. En zoals ik u zeg, de analyse heb ik niet gemaakt, want ik trof een situatie aan zoals die was. U noemde net de veranderde tunnelwet als een van de redenen voor de vertragingen en de problemen. Correct. Het hoofdprobleem was volgens ons, uit onze cijfers halen wij dat het was aanbesteed voor 37 miljoen, de veiligheidsinstallaties in de tunnels. En dat het uiteindelijk 128 miljoen heeft gekost. Komt dat allemaal door die tunnelwet? Allereerst ken ik uw getallen niet en ik heb in het voorgesprek afgesproken, gegeven het feit dat het dossier niet is gesloten op dit moment tussen partijen, niet op geld in te gaan. Maar het is natuurlijk niet zo dat alleen door de tunnelwet er meer tijd en geld in het werk gegaan is. Voor de precisie vanuit het standpunt van de commissie, dat hebben wij geaccepteerd en daar houden we ons dat ook aan. Ik. Maar dat laat onverlet dat uit eigen onderzoek dit feiten zijn die gebleken zijn. En die kunnen wij natuurlijk gewoon ook in de openbaarheid brengen. Dat snap ik. Jullie wel. Maar de afspraak was dat ik er niet op reageer. Nee, maar het was... Ik heb ook aan u niet gevraagd om op de bedragen te reageren. Iedereen weet dat er een grote overschrijding is. Zo is het.
U had het over de tunnelwet en ik wilde weten, zit het hem alleen daarin? En daarvan zegt u, dat is natuurlijk niet het geval. Nee, er kwam ook een watermistsysteem in met geweldig bedrag en consequenties. En dat was natuurlijk niet direct de tunnelwet. Dan wil ik toch ook nog even weer terugkomen, want we hebben het over de tunnelwet. Maar dan wil ik u ook graag een bron uit het ANP voorleggen. De aannemer moet het komende half jaar de huidige 32 tijdelijke veiligheidssystemen, dat was vanwege de tijdelijke openstelling, vervangen door 52 definitieve. Dat moet geleidelijk gaan en ze moeten steeds opnieuw worden getest. Als ik dat citaat dan ook lees, en we hebben het net al even gehad over de tunnelwet, maar als we het dan toch hebben over vertraging, als ik dit bericht uit het ANP lees, als je al, je moet punt 1 al iets tijdelijk aanleggen, omdat je het tijdelijk gaat openstellen, dan moet je wat je tijdelijk hebt aangelegd, moet je ook nog vervangen door 52 definitieve. Dat kan dan toch bijna niet anders dan dat ik toch weer even terugkom met mijn gewone gezonde verstand. Dat dan die beperkte openstelling er toch wel voor heeft gezorgd dat het traject gewoon langer heeft geduurd. Of klopt dat ANP-bericht dan niet? Nou, zoals u het voorleest, ik herkende het niet, maar ik zal reageren zoals u het voorleest. Doet het suggereren dat de 32 systemen die ingebouwd zijn voor de tijdelijke openstelling niet benut zijn voor de definitieve openstelling? Dat is onjuist. Ze zijn wel benut, zegt u. Maar tijdelijk aangesloten. Maar tijdelijk aangesloten. Dus die konden zo worden omgebouwd. De 32 konden zo naar de 52 worden omgebouwd. Dat was niet een of andere. Er was niet eerst een soort houtje-toutje constructie die vervolgens wat beter in elkaar zat. Als ik dat gewoon even zo vertaal. Mevrouw Fok, uw woordgebruik is seconde zo. Dat is nou niet aan de orde gegeven, juist de eisen van aantoonbaarheid. Maar die 32 systemen die gebouwd waren voor de tijdelijke openstelling zijn nog steeds onderdeel van de tunnel zoals ze nu functioneren. Uit wat wij nu allemaal weten over die tunnels is het tussen bedrijf waar u toen voor werkte en Rijkswaterstaat nogal hoog opgelopen. Dagblad De Limburger die schrijft in 2008 op dat Rijkswaterstaat meermalen overwogen heeft om te stoppen. Maar dat uiteindelijk niet heeft gedaan, want ze wisten niet waar ze er dan mee naartoe moesten. U was daarbij betrokken. Liep het hoog op? Is dit aan de orde geweest? Nou, laat ik het natuurlijk zo zeggen. Op het moment dat een project zo vast is, zoals ik het aangetroffen heb, dan is de relatie altijd spannend tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Dat kom je in een tunnelproject tegen, dat kom je bij een sluis tegen en dat kom je bij een weg tegen. Dat zou u ook thuis bij uw eigen woning met een aannemer tegen kunnen komen. Dus dat is op zich niet zo raar. Wat mij betreft is de communicatie tussen Rijkswaterstaat en Volker Wessels op dit punt op directie, bestuursniveau, altijd een open communicatie, ondanks alle spanning geweest. Maar als hier in de Tweede Kamer over een open communicatie wordt gesproken, dan wil dat ook nog wel eens zeggen van de vonken vlogen er vanaf en als ze bakstenen hadden gehad, vlogen ze door de ruiten. Is dat ook wat u bedoelt met open communicatie? Nou, de relatie met Rijkswaterstaat is een algemeenheid, is tussen Volker Wessels en Rijkswaterstaat uitstekend. En ja, op een probleemwerk moet je elkaar wel de feiten en de waarheid benoemen en dat kan gelukkig ook. Maar bent u nu niet te lief voor Rijkswaterstaat? Wij hebben ook gehoord in ons onderzoek dat Rijkswaterstaat is vrijwel de enige, in ieder geval de grootste, die opdrachten geeft voor tunnels. En dat de leveranciers, of de mensen die het moeten maken, dat die dus afhankelijk zijn van het monopolie van Rijkswaterstaat. Maakt u dat niet te vriendelijk? Of is die afhankelijkheid er en bepaalt dat uw gedrag? Daar zou ik eerst op willen reageren. Ik denk dat het feitelijk onjuist is. Er zijn in Nederland vele tunnels, ook buiten Rijkswaterstaat. Ook ik heb veel tunnels gebouwd voor andere opdrachtgevers, hier in Den Haag ook een paar. Volker Wessels heeft ook een aantal tunnels hier in de directe regio geïnstalleerd. Er zijn gewoon veel tunnels voor gemeentelijke omgevingen en voor provincies en voor ProRail buiten Rijkswaterstaat. Maar worden daar... De afhankelijkheid is, dus dat was uw punt, dacht ik, de afhankelijkheid van een ondernemer van Rijkswaterstaat op dit punt is er slechts beperkt.
Maar dan gaat het over het beton, want in een fietstunnel in Den Haag zal toch niet een verkeerstechnische installatie worden aangelegd? Nee, maar hier vlakbij draait de Hubertustunnel en daar zit een knappe installatie in met bediening, besturing en beveiliging gekoppeld op de verkeerscentrale van Den Haag, hoor. Dat is volstrekt vergelijkbaar met de A73-tunnels. Maar weet u uit uw ervaring hoeveel van het volume aan tunnelbouw voor Rijkswaterstaat komt en voor anderen? Over de duim? Ja. 50-50. 50-50. Over de duim. Ik heb het niet onderzocht, nee. Maar ja. Maar dan kun je niet spreken van een monopolie bij Rijkswaterstaat. Nee hoor, zeker niet. De ProRail is op dit moment ook een hele grote opdrachtgever met zijn tunnels. Is dat in aantal opdrachten of is dat ook in geld, die 50-50? Ja, ik zeg net over de duim. Ik kan er een paar procent naast zitten. Ik heb het niet onderzocht. Nogmaals, gemeenten, provincies en ProRail zijn op tunnelgebied grote opdrachtgevers in Nederland. We weten over kostenoverschrijdingen, maar kunt u ons wat meer vertellen over wat u, toen u aankwam, wat u aantrof op het gebied van de beheersing van het project? Wij begrijpen dat er ontzettend veel partijen bij betrokken waren, niet alleen Rijkswaterstaat en Volker Wessels, maar ook regio, onderaannemers van u. Hoe zat die projectbeheersing toen u aantrad bij dit project? Hoe zat dat in elkaar? Ja, nou de tunnelomgeving is tamelijk complex naar mijn mening. Hè. Wij hebben het in Nederland zo geregeld dat het bevoegd gezag uiteindelijk regelt dat de tunnel open mag. En in het geval van de tunnels is geregeld dat het bevoegd gezag de lokale overheid is, lees de gemeente. En daarmee heb je gelijk een hele hoop stakeholders in huis. Dus in een rijksweg, in dit geval in de buurt van Roermond, gaat de gemeente Roermond zich een oordeel vormen over de openstelling als bevoegd gezag. Die mensen hebben in de basis niet vaak een tunnel in hun gemeente te bouwen. Dus ja, er waren heel veel partijen bij betrokken en dat was wel een malé aan communicatie. Ik hoef dat dan meneer Elias niet uit te leggen, communicatiestoornissen als gevolg. Als u dan toch mijn naam doet. U zegt op een hele beleefde manier eigenlijk. Minst genomen hadden die, nou ik zou zeggen brave bestuurders, maar hadden die bestuurders van de gemeente Roermond weinig tot geen ervaring met de problematiek die aan de orde was? Ik zou het zo willen zeggen, het bevoegd gezag, dus de gemeente Roermond, moet de openstelling uiteindelijk geven, dus de toestemming voor openstelling. En ja, zo'n gemeente maakt misschien in hun bestuursperiode één keer een tunnel mee. Die laten zich natuurlijk vergezellen door adviseurs, dat is niet anders. Dat is bij ieder tunnelproject, hè. Dat gaat niet over Roermond, maar dat maak je in Amsterdam, overal maak je dat mee. U zegt er was een melee aan mensen. Ja. En dan begrijp ik een beetje uit die woorden, hoe groter de melee, hoe groter de malheur. Nee, wat ik bedoel te zeggen is, hoe meer mensen communiceren op verschillende niveaus en ook met verschillende kennisniveaus van zo'n project, hoe lastig het is om uiteindelijk die hele communicatie opgeleid te houden. Dat trof u aan, een melee aan mensen. Ja. Er waren veel problemen. Ja. Wat heeft u gedaan om het op te lossen? Ja, de problemen waren denk ik van technische aard. En gek genoeg is daar niet het probleem. En de problemen waren van bestuurlijke aard. En uiteindelijk is de oplossing gekozen dat ik met een bestuurder van Rijkswaterstaat met enig regelmaat overleg heb gehad. En we hebben uiteindelijk gekozen om het project af te laten maken onder de leiding van één persoon die aan ons beide verantwoording aflegde. Omdat we eigenlijk niet goed wisten hoe het op een andere manier moest. Dat is een bijzondere constructie, hè? Laat dat voorop staan. En die persoon hebben we regisseur genoemd van die tunnels. En die heeft namens ons beiden de regie gevoerd over het team van de Waterstaat en over het team van de opdrachtnemer Volker Wessels in dit geval. Wij hebben deze tunnelregisseur vorige week gesproken. Maar wat heeft het tot voor verandering geleid bij uw organisatie toen die tunnelregisseur, die bemoeide zich met Rijkswaterstaat, bemoeide zich ook met u. Wat heeft u veranderd in uw organisatie om het allemaal weer op gang te geven? We hebben laat ik bij Volker Wessels blijven, maar wat we gedaan hebben is
omdat het werk vast zat en mensen elkaar echt in de weg zaten, zijn ook de leidinggevende aan de beide teams gewisseld. Dus zowel bij de Waterstaat als bij ons is de projectleiding gewisseld. En is dus de heer Ruiter, de tunnelregisseur die u gesproken heeft, is met een nieuw team op leidinggevend niveau aan de slag gegaan. Dieper in de, als ik dat mag toevoegen, dieper in de organisatie, dus de echte ontwerpspecialisten, de technici die de specificaties kenden en moesten uitwerken, hebben zo min mogelijk gewisseld, omdat je dan, even populair gezegd, helemaal op slopershoogte bent qua kennis. Aan beide zijden werd de leiding veranderd, maar dat zal niet zijn geweest omdat ze qua persoonlijkheid niet met elkaar konden opschieten, of wel? Was dat het probleem? En als dat niet het probleem is, wat was dan het probleem wel? Nou, in alle simpelheid gezegd is het natuurlijk zo dat iemand acteert namens zijn werkgever. En zo zal de desbetreffende projectdirecteur van Waterstaat hebben geacteerd. En zo heeft hij namens Volker Wessels ook geacteerd. En dat leidt dan op een gegeven moment tot een botsing. En de bestuurders hebben gezegd, dit moet anders. Bestel een regisseur aan en geef hem een nieuw team. Maar kunt u wat meer inzicht geven over wat dan de oorzaken van deze verbitterde relatie, zo noemde de tunnelregisseur het vorige week, wat de oorzaak was waardoor dit is ontstaan? Ja, ik zou de relatie op zich niet verbitterd noemen. We maken helaas meer spannende werken aan en dan zijn de relaties niet mee en dan zijn de relaties niet altijd verbitterd. Maar het werk, zoals ik eerder heb gezegd, was vastgelopen. En wat ik aantrof, was een enorm cashprobleem. Vele, vele tientallen miljoenen. Waar betalingsproblemen mee waren of gedoe mee was. Ja, dat helpt niet om een relatie makkelijk te houden. Dan heb je het gewoon over geld. Dat moest altijd uit de bank van Volker Wessels toch gefinancierd worden. En de oplossingsrichting op techniek was langzamerhand ook wel ingewikkeld geworden, deels door de tijdelijke openstelling en de inpassing van de deelinstallaties in het definitieve systeem. Ik wil graag met u over naar een ander onderwerp, eigenlijk een stapje terug, dat je als je naar eigenlijk het dossier A73 kijkt, dan zijn er ook veel vragen te stellen over de aanbestedingsfase. En mijn vraag is, wat vindt u van de bewering dat de vermeende lage aanbieding van Volker Wessels de oorzaak was bij problemen van de afbouw van de tunnel? Daar kan ik kort over zijn. Onzin. Dus toen de second opinion werd uitgevoerd door Horvath en Partners, en zij hebben ook een dergelijke conclusie getrokken, die conclusie die deelt u niet, daar bent u het helemaal niet mee eens. Dus als iemand achteraf inderdaad een second opinion doet en zegt van nou, als je naar het project, als je toch terugkijkt, hè, het is vaak heel goed om aan het einde terug te kijken, zegt u van nou, wat in dat rapport daarover staat, dat klopt gewoon niet. Nee, ik denk dat dat veel te korter de bocht is. En wat bedoel ik daarmee? Het bestek is in de markt gezet als een engineering en construct. Dat betekent dat Rijkswaterstaat een basisontwerp heeft meegegeven voor deze tunnel. En dat Volker Wessels op delen, kleine delen, nog een stukje detailengineering of uitvoeringsontwerp moest maken. Zo is het contract in de markt gezet onder wat dan zo keurig heet de UAVGC. Daar zijn bepaalde regeltjes voor. Ik zal u de details daarin besparen. Op basis daarvan heeft Volker Wessels een analyse gemaakt, zijn werkmethodes opgezet en is Volker Wessels gekomen tot een werkmethodeaanpak, heeft dat afgeprijsd, zijn marge erop gezet. En voor dat moment was dat de prijs waarin Volker geloofde dat het was. Daar zullen ze wellicht een paar procent fout gezeten hebben. Dat zou zomaar kunnen, dat kan je bij dit soort werken hebben. Maar het is niet de oorzaak van de problemen. Wat mij betreft. Maar nu blijkt uit ons onderzoek dat het bedrag waarvoor u aanbesteed heeft de helft was van wat Rijkswaterstaat dacht dat het zou gaan kosten. Is dat niet heel erg groot verschil? Ja, dat heb ik ook gehoord van de week toen ik het interview van de heer Ruiter zag. Dat was voor mij nieuws, want als opdrachtnemer ken je de raming van de opdrachtgever niet. Wat je kent is het contract wat voor ligt, de vraagspecificatie of het ontwerp wat voor ligt. En dat prijs je naar eer en geweten af. Maar wij hebben ook inzicht gekregen in de inschrijvingen van de ander.
En daar lag u ook nog een keertje 10 tot zelfs wel 30% onder de anderen. Ja, ook dat hoorde ik van de week in het interview. En ook dat is een kennis die je natuurlijk niet hebt op het moment van inschrijven als opdrachtnemer. Maar dus als... ik herhaal maar, wat je als opdrachtnemer doet, is je als opdrachtnemer kijk je naar dat werk, je doet de werkmethode, je analyseert het, je bepaalt een kostprijs, je zet daar de marge die je nodig vindt overheen en dan gaat hij in de bus. Maar vindt u het dan niet vanzelfsprekend dat professor Horvat toch een gerespecteerd man is als het gaat om de tunnels in Nederland? Dat hij zegt dat de kans groot is dat de aannemer voor een te laag bedrag heeft ingeschreven en mogelijk omdat de complexiteit van de klus al bij de aanbesteding is onderschat. Ja, met respect voor de heer Horvat, die respecteer ik zeer, laat daar geen discussie over zijn. Het contract was een engineering- en constructcontract. Er lag een basisontwerp van Rijkswaterstaat. De wijzigingen komen voor een groot gedeelte nadat het contract is uitgegeven. En dat heeft de complexiteit, naar mijn oordeel, veroorzaakt. En dat vind ik wel een kernpunt, hè? Dus als ik dat toch even mag toevoegen. In dit soort complexe processen zijn de wijzigingen, even in mijn simpele woorden, killing. Dus ik ben echt van mening dat je dit soort projecten uit moet geven tegen een vastgestelde omschrijving en daarna geen wijzigingen door moet voeren. Over die wijzigingen komen we nog uitvoerig met u te spreken. Graag. Maar als u zo laag heeft aanbesteed in vergelijking met anderen, doet u dat altijd? Nee, want anderen bouwen ook van die dingen. Ja, u zegt zo waarom laag. Heeft u zich niet vergist? Dat is eigenlijk de vraag. Terwijl achteraf nog een keer terug. Zo laag ten opzichte van anderen, dat zijn de cijfers die je na de aanbesteding kunt zien. Hè? Dus die zullen ook wij ongetwijfeld gezien hebben. Wij hebben in die periode, en zo gaat dat bij aannemen van werken, je oordeelt naar jouw oordeel, kennis en kunde, en zet de marge erop. En dan denk je dat dat een serieuze prijs moet zijn. Nou, ik snap niet, u zegt net dat u deze week pas, toen wij hier de tunnelregisseur hadden, meneer Ruiter, hoorde hoe laag u had ingeschreven ten opzichte van anderen. Maar dat wist u toch. Dat zei ik niet. Dat ik ernaar vraag. Ja, dat leek zo. Nee. De uitslagen van dit soort aanbestedingen zijn altijd een bepaalde periode na de aanbesteding bekend. Dus wat je concurrenten hebben gedaan, geen discussie. Maar de raming was bij mij weten. Die hoorden wij meestal niet. In bijna geen enkel werk. En vindt u tot op de dag van vandaag dat destijds een goede inschrijving is gedaan? Ja, dat is een vraag die ik eigenlijk nauwelijks kan beantwoorden. Het werk is, zoals dat zo populair heet, over de kop gegaan aan alle kanten, zowel aan inhoud als in geld. Ik ben ervan overtuigd, want ik ken natuurlijk heel goed de processen en de procedures die Volker Wessels heeft om te komen tot een inschrijving. Want een groot gedeelte van zo'n aannemersconcern is natuurlijk inhoud en risicobeheersing, want dat is toch de basis van de besturing van dit soort concerns. Die zijn zorgvuldig gevolgd. En ik sluit niet uit dat mensen onderdelen onderschat hebben. Dat kan gebeuren. Heeft Rijkswaterstaat wel eens hierover met u gecommuniceerd? Hè? Want Rijkswaterstaat stelde vast dat u veel lager had ingeschreven dan Rijkswaterstaat zelf van mening was dat het moest kosten. Is misschien ergens in het proces toch Rijkswaterstaat heeft iets gezegd in die richting? Van goh, u schrijft wel heel laag in of... heeft Rijkswaterstaat daar in het geheel niet over gesproken? Dan moet ik u het antwoord op schuldig blijven. Dat weet ik echt niet. Dat is voor mijn periode. Ik weet het echt niet. En wat vindt u van de bewering, want als ik dat hier in dit verhaal van de aanbesteding mag meenemen, dat ook wel eens wordt gezegd van, goh, laten we maar lekker laag inschrijven. We zijn al een aantal dagen bezig met de hoorzittingen. En dan krijgen we meer werk en dat vinden we prima. Ja, dat verhaal ken ik natuurlijk. Hè. Dat heet dan populair een werk kopen. En maar hopen dat er flink veel meer werk bij komt, waardoor je uiteindelijk toch een paar stuivers overhoudt. Dat zijn processen waar Volker Wessels in ieder geval in mijn periode niet aan meedeed. Want uiteindelijk kom je in een bijna onbeheersbare situatie als je daar aan meedoet. En ja, het mogen duidelijk zijn dat een ondernemer het prima vindt als er een stuk werk bijkomt wat hij tegen een redelijke marge kan maken.
Maar als uw vraag indirect is, heb je de indruk dat Volker Wessels dit werk, zoals het dan heet, gekocht heeft, met de optie om via meer werk marge te maken, dan is dat niet mijn indruk. Maar u zat wel in de tijd, u zei het eerder over, we hebben een collegiaal bestuur bij Volker Wessels. Zeker. Ik neem aan dat dit soort aanbestedingen daar ook over de vloer gaan. Dus u wist wel in de tijd de hoogte van de aanbesteding die Volker uitbracht. Nou, binnen de procedure is die zeker een keer langs geweest, maar er is dus geen sprake geweest van dat dat een ingewikkeld punt was binnen het bestuur. Het was een aanbesteding zoals er vele zijn. Even naar mevrouw Bruinslot. Ja, wat maakt dat, wat is uw inschatting van het feit dat andere collega-bouwers in Nederland 50% meer kosten nodig hadden dan u om die tunnels te bouwen? Wilt u uw vraag nog een keer herhalen? Wat maakt volgens u dat uw collega's die ook aanbestedingen hebben gedaan 50% meer geld nodig hadden om hetzelfde werk te doen als u aanvankelijk wilde doen? Tijdens de aanbesteding bedoelt u? Ja, waarom hadden zij 50% meer geld nodig? Mevrouw, ik zou het echt niet weten. Ik denk dat ik net uitgelegd heb hoe een aannemer, een opdrachtnemer zijn begroting opbouwt. Hoe daar binnen een concern als Volker Wessels de controleprocessen op zitten, inclusief risicoanalyses. En hoe een ander dan begroot, ik heb er geen idee van. Ik weet het niet. Daar ga ik ook niet over. U bent buitengewoon deskundig op het gebied van de bouw van tunnels. U houdt zich er nog steeds mee bezig. Waarom komt het dat uw andere collega's dan zoveel meer geld vragen voor hetzelfde werk? Ja, nogmaals, dat zijn veronderstellingen waar ik ten tijde van de aanbesteding, waar we het nu over hebben van de A73, waar ik niks mee kan. U moet van mij aannemen dat een concern als Volker Wessels zijn processen zodanig op orde heeft, dat, en overal worden fouten gemaakt, ook bij Volker Wessels, maar dat hij zijn processen van de aanbesteding zo op orde heeft dat iedere werkmaatschappij die naar een besteding gaat op een verantwoorde wijze naar hun inzicht inschrijft. Maar daarmee geeft u indirect aan dat de andere mensen die aanbesteed hebben hun werk niet op orde hadden. Hogere prijs hebben gevraagd. Dat bedoel ik van geen kant te suggereren. Dat is, als u dat in mijn woorden haalt, dan bedoel ik dat zeker niet. Ze kunnen een andere marge gerekend hebben, ze kunnen andere materialen gerekend hebben, ze kunnen een andere inschatting hebben gemaakt van de benodigde manuren. Ik weet het niet. We gaan het nu met u hebben over de wijzigingen die zijn aangebracht in de looptijd van het project. En wat daarin belangrijk is, hebben wij begrepen, dat is het drukluchtschuimsysteem. Moeilijk woord, hè? Ja, nou ja, daar kun je veel punten mee verdienen in spelletjes. Wij hebben nu geconstateerd dat dat een uiterst innovatieve toepassing was om branden te kunnen blussen in een tunnel. Ja. Hoe nodig dat is, hebben we van de week nog weer gezien. Ja. Maar kunt u ons een beetje vertellen waarom er nu voor iets is gekozen wat nog nooit eerder in Nederland en ik geloof zelfs in de hele wereld niet werd toegepast? Dat kan ik u niet vertellen, want dat zat in de ontwerp van Rijkswaterstaat. Dat was niet een voorstel van Volker Wessels. Zoals ik u net zei, het was een engineering en construct. Dat betekent dat het basisontwerp is meegeleverd door Rijkswaterstaat. Dus dit systeem zat in de basisontwerp van Rijkswaterstaat. Dat roept dan ook weer de vraag op van, wist u toen u het werk gegund kreeg, hoe u hiermee om moest gaan? Ja, daar hadden wij een gespecialiseerde onderaannemer van meegenomen die dat zei te kunnen. Uiteindelijk is dat druk-lucht-schuimsysteem is er niet gekomen. Ja. Dat werd vervangen door een watermistsysteem. Ja. Wat is het verschil tussen beiden eigenlijk? Misschien interesseert het mensen zich daarvoor. Ja, nou gaat u wel heel erg de techniek in. Als u me toestaat, laten we dat niet doen. Is het heel erg verschillend? Ja. Waar waren die beide systemen, DSL of dat water... WMS, ja. Zeg ik het nou verkeerd? Ja, dat gaat door. Ja, u zei het DLS goed. DLS en WMS. Zijn die eigenlijk nodig voor de veiligheid in een tunnel?
Je kunt de veiligheid ook op andere manieren oplossen, maar dit is een van de mogelijkheden. Nu was dat DLS-systeem, dat was bedoeld om vluchtstroken te vervangen. Op een gegeven moment is er gezegd, we doen geen vluchtstroken in die tunnel. En in de plaats daarvan komt een DLS-systeem, zodat het ook veilig kan zijn. Is het eigenlijk standaard in Nederland dat er vluchtstroken in tunnels zijn? Er zijn tunnels in Nederland met vluchtstroken en er zijn tunnels zonder vluchtstroken. Beide kom je tegen. Maar is het dan zo dat daar waar je denkt dat het een vluchtstrook is, dat het eigenlijk bedoeld is om later als normale rijweg in gebruik te worden genomen? Ook die kom je tegen. Dus daar is een veelheid. Hè. De betonnen hul, daar zitten natuurlijk heel veel kosten in en ook heel veel inpassingseisen aan de omgeving. Als je denkt dat op termijn er een strook bij moet komen, dan wordt dat heel vaak wel, en dan heb je het over een strook erbij, wordt die natuurlijk vaak al in de hul, in de ruwbouwfase wel al aangelegd en nog niet benut. Maar het voorschrift voor de Nederlandse tunnels is niet dat er een vluchtstrook in moet zitten. Niet bij mijn weten. Maar nu die techniek, dat watermissysteem en die andere zoveel problemen heeft opgeleverd, heeft u zich vast wel verdiept in waarom ze dat nu gedaan hadden in het verleden. Want u had er alleen maar last van. Eigenlijk heb ik die vraag mij in de fase dat ik betrokken raakte bij het project niet meer gesteld. Ik heb mij helemaal bezig gehouden met de openstelling. Dus voor mij was het watermissysteem wat aangebracht moest worden in al zijn complexiteit en zijn omvang een gegeven. Maar het heeft uw project wel in de problemen gebracht. Het was een van de factoren waardoor het werk complexer is geworden. Juist, ja. Maar hoe heeft u dat toen alsnog opgelost? Ja, het is zoals eigenlijk iedere technische oplossing wordt aangepakt. Afpellen, analyseren. En vervolgens netjes in het hele proces van validatie en verificatie, zoals dat heet, in de nieuwe omgeving van de veiligheid ingepast. Minister Eurlings die zei bij de opening uiteindelijk, zei hij van deze tunnelbouw een wijze les was voor andere projecten. Hij zegt, koop een techniek die bewezen is en ga niet iets heel nieuws bedenken. We hadden te veel vertrouwen in onbewezen technieken. Ik als minister zeg nu, met de kennis achteraf, halt, halt, halt. Wijze woorden. Maar u had ingetekend op een aanbesteding waar die nieuwe techniek wel in stond. Dat is niet correct, want in mijn contract had ik een ontwerp van Rijkswaterstaat wat ik redelijkerwijs kon afprijzen. Maar u zei dus ik had in het ontwerp geen watermissysteem zitten, want dat is een latere wijziging geworden. Ja, maar ik heb het idee dat de uitspraak van Eurlink sloeg op dat mislukken van het terugplukken DLS-systeem. Dat weet ik niet. Maar de woorden van Eurlings in die zin vind ik ze inderdaad heel juist. We hebben natuurlijk op dit werk een aantal dingen meegemaakt aan wijzigingen. En ik vertaal zijn woorden in ga naar standaardisatie. Want dat is wat mij betreft wel een kernpunt. Iedere tunnel in Nederland werd tot dat moment min of meer aangevlogen als uniek. Iedere keer weer het wiel uitvinden. En dat is natuurlijk niet zo. Iedere tunnel kent een zeer grote mate van gelijkvormigheid. En dan moet u denken in orde grootte van 80% zijn die tunnels wel ongeveer gelijk in de systemen. En daar vind ik dat wat aan moest gebeuren en in alle eerlijkheid, chapeau voor Rijkswaterstaat, want die evaluatie hebben ze gedaan. En die zijn uiteindelijk met de standaard gekomen zoals die nu in de tunnels die nu gebouwd worden ingevoerd. Maar die zijn de toer opgegaan van standaardisatie, waardoor je dus niet iedere keer het wiel maar meer moet uitvinden. Maar ja, wat ons nu zo fascineert, en we zien dat ook bij andere projecten, op het moment dat er iets innovatiefs moet gaan gebeuren, iets wat nog nooit eerder is vertoond, per definitie, dat het dan allemaal gierend uit de hand loopt, om het maar zo te zeggen. In geld, in tijd, mm-hmm. Wat we hier ook hebben gezien.
kunt u ons nou eens meenemen in waarom bedenkt iemand iets, we gaan iets doen wat nog nooit eerder is gedaan. Waarom zouden we dat doen? Nou, laat ik uw vraag, als u me toestaat, anders benaderen. Ik vind, en dan volg je de systematiek van system engineering, dat is een methode om methodisch dit soort projecten aan te pakken, dat een opdrachtgever die iets wil realiseren, en dat klinkt heel flauw, eerst heel goed na moet denken over waarom wil ik dit hebben. En het klinkt flauw, maar het gebeurt lang niet altijd. Ook vandaag de dag niet. Dat is een van de lessen, denk ik, die we hier echt heel spijkerhard uit hebben moeten leren. Als dan vervolgens daarna gedacht is, waarom wil ik dit project realiseren, ga je specificeren waar moet dat ding nou aan voldoen. En daar komt een lastige opmerking van mij. Nu, aan het eind van die fase van specificeren, noem het even functioneel specificeren, moet er wat mij betreft een harde vries komen. Dat is het en dat blijft het. Want daarna ga je de volgende fase in en die heet de fase van het systeemontwerp. Noem even de architectuur, hoe je het ook wil noemen. Als je nog wijzigingen doorvoert in die fase, moet je terug naar je eerdere uitgangspunten en heb je per definitie vertraging te pakken. In het kader van de geëiste aantoonbaarheid. Dus wat ik bedoel te zeggen is dat je consequent de lijn zou moeten volgen van waarom wil ik het, de eisen, de uitwerking, met iedere keer momenten van de harde vries, ik sta geen wijzigingen meer toe. Dat is wat mij betreft voor dit soort complexe projecten, het is niet extreem moeilijk, maar het is best wel complex, de oplossing. U zei eerder, zijn we dat bestuurlijke problemen hier ook een belangrijk debet zijn aan het ontstaan van de problemen. En een van die problemen is, voor zover wij dat weten, dat was, u wees daar zelf ook al, de invloed van de gemeente Roermond op de openstelling van de tunnel. Maar wij hebben ook gelezen dat Roermond heel erg heeft vastgehouden aan het installeren van die blussystemen. Is die waarneming juist voor wat u weet? Nou, het is gebeurd voor mijn directe betrokkenheid, maar ik heb dat ook gehoord. Kunt u mij vanuit uw vak uitleggen waarom een burgemeester of een wethouder zo vasthoudt aan iets wat voor de veiligheid niet eens is voorgeschreven? Dan ga ik in de huid kruipen van de lokale politicus. Dat kan ik even niet. Dus ik kan u daar geen antwoord op geven. Heeft u ook niet... U bent een ervaren man op tunnelgebied. U krijgt te maken met burgemeesters en wethouders en nog veel meer. U heeft daar toch vast wel een idee over. Ja, maar in dit specifieke geval, u vraagt mij wat hebben ze gedacht. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Ik wil graag... Is u dat vaker meegemaakt? U zei we vaker, hè, dat een tunnel gaat ook door gemeenten. En dat er ineens allerlei dingen, toeters en bellen aan worden gehangen waarvan je zegt... Eigenlijk heel erg onverstandig om daar maar aan vast te houden. Nou, daar zou ik wel antwoord op kunnen geven. In deze mate, het ingrijpen in het proces, in deze mate heb ik in mijn carrière niet eerder meegemaakt. En dus in deze zin was het watermissysteem dan met name, die hele wijziging, wat natuurlijk een majeure wijziging was, naast de tunnelwet, dat heb ik in die vorm niet eerder meegemaakt. En u bent een beta, als je dat in een percentage van afwijking zou moeten vaststellen, hoe groot is dat percentage dan? Even de vraag wat specifieker is. U zegt in deze mate heb ik dat niet eerder meegemaakt, dat men door lokale politieke druk de boel zo ingewikkeld maakte. In welk percentage weekt dat dan in uw ogen negatief af van wat u elders meemaakte? Nou, we horen grote 50%. Dus het heeft echt een majeure invloed gehad. De keuze van het invoeren van het watermissysteem in een lopend proces, dat benadruk ik nog een keer in het kader van wat ik u net verteld heb over die system engineering, is zeer majeur geweest. En u zegt sowieso, al is het veel kleiner, en hier was het dan heel groot, als je een bepaald punt bereikt hebt, u noemt dat geloof ik de harde vries, ja, dan moet je als politicus, lokaal politicus, landelijk politicus, daar verder niet meer met olifantspoten doorheen baggeren. Ja, dat is wat ik zeg. Dat is wat ik inderdaad zeg. Dat is lastig, dat realiseer ik me heel goed. En het kan zijn dat er toch een wijziging moet komen. Ook dat vind ik dat we met elkaar in het veld moeten accepteren. Daar hoort dan de boodschap bij,
een hele duidelijke boodschap. Deze wijziging gaat je minimaal een jaar, los van de verdere techniek, kosten. In de procedures en in de ontwerpprocessen gaat je dat een jaar kosten. En zou je dan niet daarbij moeten zeggen? En dat moet gewoon gemeld worden. En zou je dan niet daarbij moeten zeggen, en zo en zoveel miljoen? Want nogmaals, wij hebben berekend, of laten berekenen, dat het van 37 miljoen naar 128 miljoen is gegaan. Mm-hmm. Zou in dat proces ook ergens moeten zijn gezegd door u, of wie dan ook, trouwens ook nog een tussenvraag, het gaat een jaar extra kosten en orde grootte 70 miljoen extra? Ja, om het goed te scheiden, meneer Elias, mijn opmerking over dat jaar gaat over het feit dat er in het proces een wijziging wordt doorgevoerd. Daar zit niet in of het ook nog een jaar extra bouwen is. Alleen al het doorlopen van het proces terug naar de eisen, in het kader van de wettelijke aantoonbaarheid, kost orde grootte 9 maanden tot een jaar, weet ik uit schade en schande van de projecten. En dat moeten we ons realiseren. En ja, u heeft gelijk. Ik vind dat een marktpartij, als die met zo'n vraag wordt geconfronteerd, zijn meldingsplicht waar moet maken en moet zeggen dat gaat zoveel tijd en zoveel geld kosten naar schatting van dit moment. En pas als je dat verder uitgewerkt hebt, kan je die schatting hard maken. En heeft Volker Wessels dat gedaan? Het is voor mijn tijd, maar ik ken Volker Wessels goed. Ik denk dat Volker Wessels dat binnen de kennis die ze op dat moment hadden gedaan heeft. Ik heb niet paraat of dat uit het stuk bij de onderliggende rapporten blijkt. Maar daar zullen wij nog specifiek naar kijken. Ik heb nog een kleine feitelijkheid. Was het drukluchtschuimsysteem uitvoerbaar, volgens u? Het was door Rijkswaterstaat in het ontwerp gebracht. En er was een partij die aannemelijk maakte dat ze dat konden uitvoeren als een van de 52 deelsystemen. Heeft u, want die partij was onderaannemer van u, dat heeft Zeker. U zo net eerder gezegd. Zeker. Heeft u toen uitvoerig gecontroleerd of die onderaannemer dat ook kon uitvoeren? Dat was voor mijn tijd, dus ik moet u dat antwoord op schuldig blijven. Mijn reactie zou zijn, daar ga ik even achteraf kijken. Waterstaat is zeer capabel op het gebied van tunnels en tunneltechniek. Als Waterstaat onderzocht heeft dat zo'n systeem erin moet, 1. En 2, een onderaannemer biedt dat aan, dan ga ik wel van de veronderstelling uit dat het realistisch is. Achteraf kun je daar wat van vinden, dat snap ik natuurlijk ook wel. Ja, ik zit een beetje moeilijk naar u te kijken. Ik zal ook eerlijk zeggen waarom. Ik hoor u nu een aantal keren in dit gesprek zeggen, het was voor mijn tijd. Maar u ging daar toch niet helemaal blanco dat dossier in vliegen. U wist toch waar u aan begon. U heeft zeker, zich toch ingelezen met degene die het eerder beheerde gepraat. Zeker. Dus het lijkt mij dat u daar net iets meer van zou kunnen weten dan nu lijkt uit uw antwoorden. Ja, maar de vragen die mevrouw Brown slot stelt zijn over de aanbesteding. En de aanbesteding heb ik absoluut niet gevolgd. Ik heb eerder gezegd, ik heb geaccepteerd wat ik aantrof. En vanaf daar ben ik gaan werken naar een openstelling, want het ding moest gewoon open. Een werk moet afgerond worden. Mevrouw Fokker, we hebben nog een belangrijke technische vraag. Ja, we hebben het al over het DLS en WMS gehad, maar daarnaast kwam ook Vanessa niet van de grond. En voordat iedereen daar van alles en nog wat van denkt, Vanessa staat dan doodeenvoudig voor verkeerscentrale algemeen nieuw eenvoudig sturingssysteem aanpassing. Ja, ik heb het niet verzonnen. Nee. Ik ook niet. Nee, volgens mij niet. Iemand zal er toch heel trots op zijn geweest. Er zal iemand trots op zijn geweest. Ik neem het aan. Ja. Iemand zal er erg trots op zijn. Ik zie vooral in de bouw heel erg veel vrouwennamen als afkorting voorbij komen, wat dan weer ergens voor staat. Maar goed, dat is een opmerking mijnerzijds. Kunt u uitleggen wat Vanessa was en wat het beoogde te doen? Ja, voor zover ik dat weet, was Vanessa bedoeld als een algemeen besturingsplatform voor de weg- en verkeerstunneltechnische installaties binnen Rijkswaterstaat. Dus een platform waar je als ondernemer of als tunnel of als sluis of als brug, waar al dit soort bedieningselementen in zit, op kon aansluiten. Dus ja, zeg maar even een soort van Windows, waar we allemaal mee gewerkt hebben. Ja, maar dan pas ik de Windows toe op de A73-tunnel. Hoe is het met het project Vanessa bij de A73 verlopen? Ja, zoals u ongetwijfeld weet, is Vanessa er nooit gekomen. En hoe kwam dat? Daar moet u Rijkswaterstaat over vragen. Ik weet het echt niet. Wat ik wel weet, is dat natuurlijk de invloed van ook weer zo'n majeure wijziging, dat je niet aan kunt sluiten op een
van tevoren min of meer gespecificeerd platform natuurlijk van alles en nog wat betekent. Want je moet wel, even los van wat ik nu vind, hoe de feitelijke besturing geregeld is in de huidige standaard, die vind ik puik, redenerend vanuit de bediening, besturing en bewaking. Maar je moet natuurlijk een systeem aansluiten op een platform. Ergens moet er op een lokale bediening, in een hok, keurige kamer, een ruimte met schermen, die tunnel in de gaten gehouden worden door operators. En vaak wordt die ook in de verkeerscentrale natuurlijk in de gaten gehouden. En dat moet volgens een bepaald format gebeuren. Dat heette, althans in de tijd van de aanbesteding, van Nissa. Maar ik hoor u ook inderdaad zeggen, als ik dit optel bij het andere systeem, ook hier had eigenlijk Rijkswaterstaat misschien in het voortraject duidelijker moeten zijn. Ook deze switch heeft wel degelijk een en ander wellicht aan vertraging en extra kosten voor het tunnelproject A73 veroorzaakt. Ik denk niet dat Rijkswaterstaat duidelijker had moeten zijn. Rijkswaterstaat was duidelijk, je kunt aansluiten op Vanessa. Maar Vanessa is er niet gekomen en dat heeft dus gelijk consequenties voor het project. Ja, maar goed, ik vind het wel, als je van tevoren zegt je moet aansluiten op Vanessa, dan en je komt er gaandeweg onder achter dat Vanessa niet functioneert. Hè. Volgens mij afgelopen maandag kwam het ook even aan de orde. Het lijkt er een beetje op alsof de A73 een soort trial and error project is geweest. En daar lijkt het me toch wel een beetje heel erg kostbaar voor om dat met een tunnel te doen. Ja, dat laatste ben ik natuurlijk volstrekt met u eens. Maar trial R is het absoluut niet geweest. Maar nogmaals, de wijzigingen op dat project zijn echt gigantisch geweest. Het feit dat er geen platform beschikbaar was, zoals van tevoren beschreven. Het feit dat de tunnelwet is ingevoerd. Het feit dat er in grootschalige mate in systemen DLS en watermist is gewisseld. Dat heeft een majeure impact. Niet fraai, hè, want ik vind het niet fraai, ook niet wat ik aangetroffen heb. Maar het is wel de werkelijkheid. En ik kan u zeggen dat ik in latere tunneltrajecten die ik begeleid heb, maar dan nadat ik bij Volker Wessels was, weg ben gegaan, heel strak heb gestuurd op, er komen geen wijzigingen meer. Ik ben daar heel, heel streng in geweest. Dan zou u de vraag kunnen stellen, ben ik dan zo naïef dat ik denk dat een systeem de komende 30 jaar niet meer verandert? Nee, natuurlijk niet. Want eisen worden aangepast, regelgeving wordt aangepast. Maar ik vind dat je dus een systeem moet neerzetten volgens de eisen, met een harde vries, dus geen wijzigingen meer. Indien wel moet je waarschuwen en de consequenties in beeld brengen, en die zijn heel groot. Daar zitten we hier deels voor. En een wijziging, een latere aanpassing, die doe je in de gebruiksfase. En dat kan, dat is ook heel gebruikelijk. Maar dat roept logischerwijs de vraag op. Het is logisch wat u zegt, maar waarom niettemin accepteerde Volker Wessels al die wijzigingen met vasthouden aan dezelfde einddatum? Ja, nou dat laatste is een. Die wil ik even parkeren. Dan moet ik u even meenemen in de contractvorm. Ik vergeet de vraag niet. Maak u geen zorgen. Ik moet u meenemen in de contractvorm. Ik heb u net gezegd, het contract was een engineering en construct. Onder de contractvorm UAVGC. Dat is lastig, daar gaan we denk ik hier niet de details, maar als ik de kern van UAVGC neem, dan staat daarin dat de opdrachtnemer, tenzij tegen hele exceptionele situaties, verplicht is wijzigingen van de opdrachtgever uit te voeren. Die exceptionele situaties, ook nu ik terugkeek, hè, want ik heb natuurlijk ook wat voorbereid op dit gesprek, zou ik ook vandaag de dag niet aan de orde vinden. Dus Volker Wessels was gehouden deze wijzigingen door te voeren. Dat zat hem ingebakken, als u me toestaat, in de contractvorm zoals die is uitgegeven door opdrachtgever Rijkswaterstaat. Een hele gebruikelijke contractvorm overigens, hè, dus daar heb ik geen commentaar op. Volgens mij heeft de heer Udebelt precies op dit punt een heel technische vraag. Prima. Ja, want u zegt net weer en eerder in het gesprek ook al dat het om een engineering en construct, zeker, contract ging. Ja. Maar nu begrijpen wij met alles wat wij gelezen hebben dat het ging om een design en construct contract. Ja, dat. En in dat laatste geval heeft Volker Wessels een veel grotere verantwoordelijkheid. Zeker. Dan in het eerste geval. Zeker. Maar wat voor contract was het nu? Een engineering en construct.
Maar meneer Horvat, eerder aangehaald, zegt in dat advies, de datum ben ik even kwijt, iets anders. Dat kan. 2008. Dat kan, maar ik denk dat Volker Wessels daar een engineering en construct contract had. Maar daar, is het daar dan niet begonnen dat, dat dit, als hier al een misverstand over bestaat? Wat voor contract is het? Ja, dat je niet eens weet wat voor contract het is. Maar op zich is dat vrij simpel, dat staat natuurlijk ergens omschreven. Maar op zich is het ook vrij simpel boven water te halen. Want een design- en constructcontract, dan krijg je alleen maar eisen mee. En dit was een contract waarbij een uitgewerkt ontwerp, behalve de detailengineering en allerlei details die moesten ontworpen, meegegeven is aan de aannemer. Maar de departementale auditdienst geeft ook aan dat het een design- en constructcontract is. Ja, dan is en het een punt. U denkt dat het een engineering- en constructcontract is. Zeker, correct. Bent u dan helemaal zeker van uw zaak dat het inderdaad een engineering- en constructcontract is? Ik ben daar zeker van. Maar dan stuiten we dus hier op een kennelijk verschil van interpretatie. Daar zullen wij ons nader over verstaan. Meneer De Belt. Ja, ik las ook, er waren ook nogal wat ondernemers van Volker Wessels aan de slag bij die tunnels. Onderaannemers? Onderaannemers, ja. Ja, onderaannemers. Hoe was de relatie daarmee? Want wij lezen bijvoorbeeld dat Duitse en Oostenrijkse onderaannemers niet meer wilden werken, omdat ze alleen nog maar 's nachts en in het weekend daar aan de slag konden. En dat wilden ze hun mensen niet aandoen. Liep het zo hoog op? Ja, de Oostenrijkse aannemer waar u het over heeft is iets met E4 of iets dergelijks. E1, klopt dat? U heeft daar de naam niet van, want naast Volker Wessels was het dat project. Was daar nu? Ik zal u zeggen waarom ik het zo wijfend aan u vraag. Want naast Volker Wessels was daar in de directe opdracht van opdrachtgever nog een andere aannemer bezig. En dat was een Oostenrijks bedrijf. Die werkte niet voor Volker Wessels, maar dat was een nevenaannemer, een parallelle aannemer, zo u wil. Maar wat deed die parallelle aannemer daar? Die deed ook een stukje van de installaties buiten het veld van Volker Wessels. Maar u deed dat? U was daarmee bezig? Zeker. Een Oostenrijkse aannemer was daarmee bezig? Zeker. En dat moest natuurlijk ook weer op elkaar aangesloten worden, neem ik aan. Ja. Maar waar was die en die Oostenrijker was rechtstreeks in opdracht van Rijkswaterstaat? Zeker. Maar dan moet daar ook een contract zijn, of niet? Zeker. En weet u wat zij daar deden? Het systeem wat ze moesten bouwen, dat weet ik bij benadering. De contractvorm ken ik niet. Ik weet alleen dat er naast ons nog een speler bezig was. Oké, hebben we hier alles gehad? Ik heb nog een vraag voor u over dat contract. Want in 2008, toen u zat er toch nog in 2008 op het project? Ja, zeker. Toen heeft u natuurlijk ook die departementale auditdienst het rapport gezien over de auditvertraging tunnelcontracten A73 Zuid. Klopt dat? Gaat u door. En daarin staat natuurlijk verschillende keren genoemd dat het een design- en constructcontract is. Waarom is niet in latere stukken een erratum gekomen dat de auditdienst in dat grote stuk wat ze hebben gemaakt het verkeerde contract voorhanden hadden? Ik moet het antwoord schuldig blijven. Ik ben ervan overtuigd. De vraag werd mij net ook gesteld dat wij een engineering- en constructcontract hadden. Heeft u toen de tijd bij Rijkswaterstaat aangegeven in 2008 dat de departementale auditsdienst en Horvat en Partners het aan het verkeerde eind hadden? Nee. Dank u. Dat is de. En ik zal ook zeggen waarom nee, hè, want dat behoeft wellicht wat toelichting. Dat is mij volledig ontschoten. Kan ik wel aangeven, ik ben jurist van achtergrond, dat het verschil tussen design- en constructcontract met een engineering- en constructcontract grote gevolgen heeft als het gaat om het afrekenen van de verantwoordelijkheden van de leverancier en de opdrachtgever. Jazeker. Dat mijn constatering klopt. Jazeker. En u geeft aan dat u het vergeten bent om het te noemen toen de tijd in 2008. Nee, dat klopt ook. Ik, dat zegt u net. Ik heb het woord vergeten niet in de mond genomen.
U haalt nu rapporten aan van de DAD, als ik het goed afkort. En u haalt een rapport van Horvath aan. Daarin staan dingen dat ik meldde net, dat datgene wat u daar zegt, dat is mij ontschoten. Ik weet het gewoon niet. Goed, ik wil wel graag met u verder over de inhoud van het contractmanagement. Je kunt in ieder geval één conclusie trekken als zowel Horvath en partners als de auditdienst het contract labelen als design en construct. Ja. Gelukkig zegt de auditdienst ook dat de intenties niet overeenkwamen. Maar ja, als je het kennelijk niet met elkaar eens bent over de contractvorm, dan kun je die intenties ook heel snel vertalen. Want dan ben je het zeker niet met elkaar eens over de intenties. Maar ik denk toch dat wij als commissie inderdaad ook vasthouden aan wat toch duidelijk meneer Horvath doet, een second opinion. En ik denk dan dat hij wel degelijk goed onderzoek doet en het begint toch bij de contractvorm. Dus dat lijkt me duidelijk als de auditdienst daar ook nog eens een keer naar kijkt en het wordt van uw kant niet bestreden. Dan denk ik dat het daarmee vast staat. Maar dan wil ik wel eigenlijk graag... Maar misschien is het wel aardig als de heer De Pachter daar nog even op reageert. Nou ja, dat is een stelling die u inneemt. Ik denk dat ik duidelijk ben geweest over wat ik denk dat wij aangenomen hebben. Ik onderschrijf dus even met deze woorden niet dat het ineens een DNC-contract was. Het was naar mijn mening een ENC-contract. Maar ik kan me zo voorstellen, er wordt een second opinion gedaan. En als partijen een second om een second opinion wordt gevraagd, tenzij ik het helemaal verkeerd heb, is het goede nieuws daar altijd dat beide partijen worden gehoord bij een second opinion. Dus ik ga er in alle redelijkheid van uit dat bij de second opinion die door Horvath en Partners in 2008 is gedaan, dat alle betrokken partijen bij de A73 daarover zijn gehoord. Ik kan me ook zo voorstellen hoe dat normaal gesproken gaat. Als een second opinion aan het eind klaar is, wordt wel even netjes gevraagd, herkent u zich in de feiten? Dat klopt toch allemaal wat ik zeg? Ik kan mij niet herinneren dat Horvath bij ons langs geweest is voor deze opinie. Horvath is zeer gerespecteerd, laat dat vooral niet ter discussie zijn. Dat vind ik ook, maar ik denk dat de heer Horvath het rapport niet geschreven heeft vanuit een positie vanuit beide partijen. Zijn analyse, hè, dus dat er van alles mis was op het werk en dat partijen gebroeieerd waren en dat je een andere besturing moest opzetten om het werk open te krijgen, die deel ik allemaal, hè, als de uitkomst. Hè. Maar ik heb in ieder geval geen opdracht gegeven voor het rapport van Horvath. Goed, maar u heeft geen opdracht gegeven, maar uiteindelijk ligt er wel een conclusie. Zeker. En zeker waar juridisch getouwtrekt wordt, maakt de contractsvorm nogal uit. Dan zou ik me kunnen voorstellen dat als zo'n rapport uitkomt en er staat zo hard wat voor contractsvorm het is, en die contractsvorm betekent nogal iets voor uw positie in het traject, dan zou ik me zomaar kunnen voorstellen dat als dit over mij zouden schrijven en ik zou zeggen de contractsvorm klopt niet, dan trok ik wel even aan de bel en zei ik, moet u eens even naar mij luisteren. U zegt nu wel dat het een design- en constructcontract is, maar dat klopt niet. En dat is ook helemaal mijn positie niet in dit dossier. Dus waarom heeft Volker Wessels dan niet aan de bel getrokken? Ja, maar daar heeft u een punt. Ik ga me niet herhalen daarin. Mijn positie was een ENC en of ik heb het verleden gemist of mijn mensen hebben het verleden gemist. Het is wat het is. Maar u zei dat u in die periode een halve dag tot een dag per week kwijt Zeker. Was aan dit traject. Zeker. En dan is dit essentiële punt niet ter sprake gekomen. Ik kan het me niet herinneren, anders had ik het u verteld. Ja, meneer Van Meenen. Dus, is het ook uitgesloten dat die verschillende interpretatie over wat er blijkbaar verwacht werd, hè? Want het ene contract vraagt meer van u dan het ander, dat dat nog achteraf ook een verklaring is voor uw lage prijs? Of uw lage aanbieding? Nou, ik denk dat ik omschreven heb waar Volker Wessels in zijn bestedingsfase van uitgegaan is. Er lag een ontwerp, een uitgewerkt ontwerp waar alleen de engineering nog gedaan hoefde te worden. En er lag dus niet een ontwerp waarbij alles functioneel was gespecificeerd, zoals gebruikelijk is bij DNC-contracten. Maar het kan, sluit u uit dat anderen het anders hebben geïnterpreteerd? Laten we zeggen, de mate waarin het voorwerk al gedaan was? Ja, ik weet dat natuurlijk niet, want ik heb bij anderen nooit in de keuken gekeken op dit dossier, dus dat weet ik niet. Maar als vakman zeg ik, wetende hoe dat gaat met dit soort aanbestedingen, de benadering van die partijen is gelijk geweest. Nou, u heeft eerder gesteld, en dat houdt mij al een tijdje bezig, u zei letterlijk van, nou, ik weet zeker dat dit niet gekocht is. Zeker. Alleen al het feit dat zo'n term bestaat,
Blijkbaar, dat betekent dus dat je het bewuste laag biedt en zeker denkt van nou, dat halen we dan later wel in. Suggereert dat het wel gebeurt. Anders zeker hoef je er geen term aan te geven. Zeker. En u zei ook, dat is in mijn periode heb ik daar geen kennis van. Nee, betekent dat dat u wel kennis hebt van dat het gebeurt? Ja, dat gebeurt en iedereen beschuldigt elkaar zo af en toe dat ze werk kopen. Zo werkt het ook in de markt. Maar Volker Wessels had daar en heeft daar, veronderstel ik, maar dat is een veronderstelling, een heel strak beleid in. Er wordt geen werk gekocht. Maar u kent wel situaties van collega-bedrijven die, waarvan u weet van, nou ja, daar is wel duidelijk gekocht. Nou, het is altijd moeilijk, meneer Vermeenen, in een andermans portemonnee kijken. Hè. Dat is altijd moeilijk, laat ik dat vooropstellen. Maar soms dan trek je wel eens een keer dat je denkt, hoe zou het kunnen? Nou, dus u kent voorbeelden van projecten waarbij Volker Wessels een reële aanbieding deed en dan een collega van u ineens kwam met een prijs die veel lager was? Nou ja, de woorden die ik zou kiezen, natuurlijk hebben wij op momenten wel op werken ingeschreven van wij dachten dat X een reële prijs zou zijn en dat iemand er vele procenten onderdoor schoot en dat wij gefronst hebben en ook daarna wel interne analyse deden, zaten wij nou fout? Ja of nee, want je moet wel willen leren van al je aanbestedingsprocessen. Dan was de les, nee, we zaten niet fout en dus is er gekocht. Dat zou kunnen, maar dat is natuurlijk een conclusie die je dan intern trekt. Het gebeurt. Ja. Ja. Het gebeurt. Oké. Okay. Kunt u daar ook voorbeelden van geven? Bij dat project was dat duidelijk het geval? Nou, ik denk niet dat ik dat doe, nee. Wat zegt u? Nee, u kunt het je wel. Weet het nooit precies, hè, en dan ga je terug, dan ga ik jaren terug. Dus dan noem ik het verkeerde niet voorbeeld, dus dat is niet handig. Ga ik niet doen. Vloog dan wel eens iemand zo laag onder uw offerte door als u zelf heeft gedaan bij die tunnels, later die cijfers op tafel hebbende? Nog een keer gedaan. Precies zoals ik het vroeg. Ging er wel eens een keer, heeft u, want u weet nu alle cijfers, van hoe laag u zelf zat, ja, bij deze tunnels ten opzichte van anderen. U zegt, anderen hebben ons dat kunstje ook wel eens geleverd. Was er wel eens een ander die net zo laag eronder doorvloog bij u op een ander project als u dat bij die tunnels deed, bij de anderen? Meneer Elias, als ik de getallen goed terughaal, en ik weet het niet helemaal uit mijn hoofd, maar de getallen van de aanbesteding, dan zaten wij toch orde grootte een procent of 10 onder nummer 2. Dat zijn geen exceptionele getallen in een aanbestedingssituatie. Nee, maar u zat 50% onder 3 en 4. Ja, maar nummer 2 zat er maar 10% boven. En nummer 2 was gewoon aan de beurt geweest als wij een ander getal hadden ingeschreven. Dus nummer 3 en 4 heb ik helemaal geen oordeel over. Oké. Okay. Ik leg u nog even uit waarom we allemaal zo in die stukken zaten te bladeren. Ja, ja. Want u zet ons in ieder geval met dat feit, of in ieder geval de mening, dat u een engineering en construct had in plaats van een design en construct enigszins op het verkeerde been. Want wij, voor ons is dat in ieder geval volstrekt nieuw. En vandaar even de consternatie achter de tafel. Meneer Ulebelt gaat het weer ordelijk afronden. Kijk. In de politiek is veel gesproken over die tunnels, hier in de Tweede Kamer, in de regionale politiek. En de politieke belangstelling die ging zelfs tot zover, en dit hebben wij van horen zeggen, maar dat als minister Eurlings, die in Limburg woont, naar de ministerraad naar huis ging, dan ging hij altijd even langs om te kijken hoe het ervoor stond. Kijk. Wist u dat? Nee. Nee. Heeft u de minister wel eens gesproken over de problemen die er zijn geweest? Ja. Ja. Hoe vaak en hoe liepen die gesprekken? Waar ging het over? Ik heb de minister 1 keer gesproken over dit werk, hè, dus over de problematiek en de manier waarop het dachten op te lossen. Op zijn werkkamer hier aan de Plesmaalweg. En daarin was ik samen met de leidinggevenden, hè, de directieleden van Rijkswaterstaat. En hebben we uitgelegd waar we stonden en hoe wij de inschatting hadden richting de restant van het project. En daar was die ondervragend en onderzoekend in naar ons. Of wij volledig waren, ja of nee, vanuit zijn verantwoordelijkheid als minister, veronderstel ik. Nu gaf u eerder aan dat het bestuurlijk, dat er vanuit de besturen druk was. Politieke druk kun je dat noemen? Hebt u politieke druk ervaren bij de minister van? Ik kan mij niet herinneren dat ik dat gezegd heb. Ik heb gezegd dat er een veelheid van stakeholders betrokken was.
En ik heb u uitgelegd dat de positie van een bevoegd gezag, gemeente Roermond in dit geval natuurlijk, zeer bijzonder is. Ik heb zelf nooit politieke druk ervaren. Maar u vindt de positie van het bevoegd gezag bijzonder. Ja. Waar doelt u dan op? Doelt u op bijzonder dat eigenlijk tegen, hè, want er lag volgens mij een rapport over dat de veiligheid niet op orde was en toch werd de tunnel opengesteld. Dus is dat bijzonder? Nee, wat maakte de positie van Roermond bijzonder? Want ze zijn altijd bevoegd gezag, dus dat maakt ze niet bijzonder. Dat is nou precies wat ik bijzonder vind. En zo is het geregeld in de tunnelwet, ook nog in de latere aanpassing van de tunnelwet. Hè. Het bevoegd gezag, dus de gemeente waar de tunnel in komt, moet in een rijksweg akkoord geven voor de openstelling. Dat maakt het moeilijk, zolang er niet volgens een bepaalde standaard gewerkt wordt. En ik denk dat dat nu op dit moment keurig geregeld is in Nederland. De huidige standaard stroomlijnt dit soort processen in Antwerp en met de operationele hulpdiensten inmiddels denk ik heel netjes. Mag ik nog even helpen? Dus als ik er een paar woorden aan toe mag voegen. Toen de standaard er nog niet was, hè, zoals die er nu is, en hij kent een zekere mate van volwassenheid naar mijn mening op dit moment, was het dus iedere keer een zoektocht met de lokale hulpdiensten, hoe zij de aanvliegroute zouden doen als er brand was of als er een ongeluk was. Dat moest iedere keer helemaal met lokale hulpdiensten uitgewerkt hebben. En dat is nu, denk ik, onder de regie van de landelijk tunnelregisseur, dezelfde meneer Ruiter, allemaal uitgewerkt. Maar dat zou ook kunnen betekenen, hè, want als ik even naar, u zegt het over lokale bevoegde gezag, is het misschien verstandiger om het lokale bevoegde gezag misschien niet altijd die verantwoordelijkheid te geven? Want ik zou de conclusie kunnen trekken, als ik stel hele grote stappen snel thuis en ik doe even wat met de informatie die ik maandag hoorde, dat een gedeelte van Limburg onbereikbaar was en dat er daarom de A73 moest komen, dan kan ik ook zeggen dat Roermond er enorm belang bij had dat de tunnel eerder openging, omdat het outletcentrum in Roermond daardoor bereikbaar werd, wat het anders zonder de A73 gewoon doodeenvoudig niet was. Ja, daar ben ik heel simpel in. Ik heb veel in deze omgeving gewerkt, niet in het Roermondse, maar veel in de omgeving waar veiligheid speelt. Ik heb een hele periode in het spoor en aan de leiding van het spoor gezeten binnen Volker Wessels. Ik ken geen politicus die druk zet op veiligheid. Dus veiligheid kan bij mijn weten nooit een drijfveer zijn geweest. Van wat we doen, we zielmelen maar met de veiligheid. Ben ik nooit tegengekomen. Maar in het dossier A73-tunnels is niet altijd in het kader van de veiligheid geluisterd naar wat de veiligheidsbeambte heeft gezegd. En dat is dan wel heel saillant gelet op wat u net zei. Dat kwam ik tegen in de tijdelijke openstelling. Ik herken uw opmerking van de veiligheidsbeambte. Was voor mij een gegeven, hè. Dat was het moment, u had het over inlezen, ik heb het natuurlijk ingelezen. Het was de feitelijkheid van dat moment. En ik heb eerder een opmerking gemaakt over de gedeeltelijke openstelling, dat daar blijkbaar de veronderstelling bij was dat je daar 16 of 20 uur per dag zou kunnen werken aan de installaties en het testen daarvan, wat feitelijk dus vanuit veiligheidsoverwegingen onjuist was. Een van de redenen waarom er heel lang, heel veel langer aan gewerkt is, omdat je minder uren had. Maar dus is de casus Roermond ook heel erg bijzonder, omdat u zegt net veiligheid heel belangrijk. Nou, dat zouden alle bestuurders heel erg belangrijk moeten vinden. Zeker. Maar dan is mijn conclusie over de A73 dat juist dat veiligheidsaspect terzijde is geschoven. En voor welk belang zullen we niet weten? Ja, er zit toch duidelijk, ik zie u Ik frons, want ik snap niet helemaal uit welke woorden u dat concludeert. Er lag toch een advies om de tunnel niet open te stellen. En dat advies is terzijde geschoven. Dus daar tel ik bij op dat u ook zegt dat bestuurders nooit concessies over veiligheid zouden moeten doen. Ben ik grondig met u eens. Ik ben het nooit tegengekomen. Maar is bij de A73 wel gebeurd? Nee, nou, niet verder toe te voegen. Nou, jawel, want de vraag is, er lag het advies om hem niet open te stellen. Hij werd wel opengesteld. Hoe reageert u daar dan op? Als ik dat nu vandaag de dag tegen zou komen, hè, want laat ik het dan vertalen naar vandaag de dag, dan zou de tunnel wat mij betreft niet open gaan. En hoe was uw reactie destijds? Ik vind oprecht, meneer Elias, dat je met veiligheid niet mag sjoemelen en geen concessies mag doen. Maar hoe was uw reactie destijds dan? Nou, dat heb ik eerder gezegd. Ik trof de situatie aan zoals die was. Van Wessels?
En hij was al half open toen ik daar kwam. En had nooit gemogen? Ja, dat is achteraf kijken. Hè, dan, dat was de vraag niet. Dat had nooit gemogen. Ik vind dat een bestuurder, en ik ken ze ook niet, geen concessies mag doen op het gebied van veiligheid. Dus dat had nooit gemogen? Als u... Er lag een advies van de veiligheidsbeambte dat het niet verstandig was open te gaan. Dan had je misschien nu achteraf, hè, met de kennis van nu, dat misschien beter moeten onderzoeken. Dus dat had niet gemogen? Ja, zegt u, met de kennis van nu? Ik denk dat je het beter had moeten onderzoeken. Nu. Met de kennis van nu, hè, zeg ik dat. Hè. Alles gerelateerd naar de spanning van dat moment. Mevrouw Maarsland? Heeft u toen de tijd de adviezen van de veiligheidsbeambte gekregen? Ik weet het niet. Ik heb ze gelezen, dus ze zullen in het dossier van Volker Wessels hebben gezeten. Of ze zijn overhandigd en of Volker Wessels in dat besluitvormingsproces betrokken is, weet ik niet. Maar dat weet ik echt niet. Heeft u het advies dus voor het eerst in voorbereiding op dit gesprek gelezen? Nee, ik heb eerder gezegd, ik heb mij natuurlijk toen ik langzamerhand het dossier van mijn collega overnam, mij verdiept in het project. Meer dan in algemene termen van een collegiaal bestuur binnen zo'n concern. Dat mogen duidelijk zijn. En toen heb ik kennis genomen van het feit dat de veiligheidsbeambte zijn kanttekeningen maakte bij de gedeeltelijke openstelling. Dus maar voor mij was, ik herhaal me, het feit dat hij half opengesteld was, een voldongen feit. Het was een voldongen feit, ondanks dat u zo net heeft gezegd dat het nog nooit in uw loopbaan is voorgekomen dat veiligheidsadviezen genegeerd werden. Ja, het was een voldongen feit. En ondanks dat u zo net zei dat u nog nooit in uw loopbaan heeft meegekregen dat veiligheidsadviezen genegeerd werden. Ja, dat heb ik inderdaad zo gezegd net. En ik vind ook dat veiligheidsadviezen, met veiligheid mag je niet fjoemelen. In het publieke domein staat dat boven alles. In de industrie staat dat boven alles. Geen discussie. Maar u heeft dus wel één keer in uw loopbaan meegemaakt dat een veiligheidsadvies dus niet opgevolgd is. Ja, dan herhaal ik me nog een keer. Ik heb kennis genomen van het feit toen ik daar meer verantwoordelijkheid kreeg, dat de tunnel af was gesloten en dat er blijkbaar een advies lag van de veiligheidsbeambte. Doe het nog even niet. En van Meenen? Ja, vindt u dat de leverancier daar ook nog een verantwoordelijkheid in heeft? Uiteindelijk publiek gezien bedoel ik dan. Hè? Dus een situatie die zich elke dag opnieuw kan voordoen, dat er een advies van de veiligheidsbeambte ligt. Negatief, niet open, het bevoegd gezag zegt wel open. Vindt u dan dat je als uitvoerder daar stilzwijgend kennis van moet nemen en het dan maar gewoon moet faciliteren, die openstelling, of is daar ook nog een publieke taak? Nou, laten we even naar de algemene lijn teruggaan. De gedeelde openstelling was natuurlijk een hele exceptionele situatie die ik nooit eerder heb meegemaakt en eerlijk gezegd ook nooit meer hoop mee te maken. De feitelijkheid is, als je werkt volgens de systematiek waar ik net naar gehint heb, de systematiek van system engineering, dan werk je met een gevalideerd ontwerpproces en in het ontwerpproces bouw je je validatie, je test, noem het even test en meetmomenten in, naar veiligheid. Ik vind, en zo is dat ook geregeld, dat je als opdrachtnemer een einddossier hoort op te leveren waarin je op papier getest aantoont dat de tunnel veilig is en dat die werkt en dat die voldoet aan alle voorgeschreven scenario's. Dat vind ik. En vervolgens, zo is het op dit moment gelukkig ook geregeld, is het aan de tunnelbeheerder, die heeft een zekere functie in dit geheel, de tunnelbeheerder, om de openstelling aan te vragen bij het bevoegd gezag. Maar als ondernemer vind ik dat je een dossier aan hoort te leveren. We hebben gebouwd wat de bedoeling was, we hebben alles getest in en uit volgens alle scenario's, hij is veilig. En de veiligheidsbeambte, hè, ik voeg daar graag het woordje van aan toe, de onafhankelijk veiligheidsbeambte, want dat vind ik heel wezenlijk, die is uiteraard gehouden te toetsen of dat dossier volledig en correct is. Ja, en in dit geval kon dat bijna niet het geval zijn. Volker Wessels kon niet een rapport aanleveren waarin dat allemaal gebeurd was. Is ook niet gebeurd. Dat is ook niet gebeurd. Nee, is ook niet gebeurd. En dan, nou dan lijkt me het werk van de onafhankelijke veiligheidsbeambte ook heel eenvoudig, in uw visie in ieder geval. Dan kan die ook nooit tot een positief advies komen. Dat heeft hij ook niet gedaan in dit geval.
En dan neemt het bevoegd gezag toch het besluit tot een gedeeltelijke openstelling. Als u dat vandaag zou overkomen, wat zou u dan vinden dat het, dat u als opdrachtnemer... Ja, formeel heeft u dan natuurlijk geen verantwoordelijkheid, maar publiek gezien. U weet dat er een onveilige situatie is. Ik snap uw vraag. Ik denk dan dat ik als ondernemer in het veld kom van wat zo keurig heet de waarschuwingsplicht. Hè? Ik denk dat daar, met de kennis van nu, hè, nogmaals, met de kennis van nu... dat daar een waarschuwingsplicht is van de ondernemer. En misschien is dat ook wel gedaan, de Volker Wessels in die tijd. Dat weet ik even niet. Maar daar vind ik dat je een waarschuwingsplicht hebt. Dat is ook gewoon overigens zo geregeld. Hè? Dat is niet een vrijblijvend iets. Je hebt als ondernemer een waarschuwingsplicht als je dingen wezenlijk fout ziet gaan. Wij komen aan het eind van ons gesprek. Ik heb nog twee hele korte vraagjes. U zei, door collega Ulebelt gevraagd naar gesprekken met toenmalig minister Eurlings, dat u daar ook wel eens mee gesproken had. En toen had u een hele mooie volzin, dat hij er betrokken was bij het project. Ik heb het niet letterlijk opgeschreven. Zou je dat mogen vertalen als hij zat er bovenop? Nee, dat denk ik niet. Althans, zo heb ik het niet ervaren. De heer Eurlings heeft partijen, dus de ondernemer, de aannemer en de Waterstaat bij zich op de Kamer geroepen om zich te laten informeren van de staat van het werk, de status van het werk en hoe het werkproject uiteindelijk een keer open zou kunnen. Dat heeft hij gedaan. Maar dat heet toch in de volksmond, hij zat er bovenop. Hij wou dat dat ook echt gebeurde. Ik heb hem twee keer getroffen over dit dossier. Eén keer zoals ik net omschrijf en bij de openstelling. En die houding van hem in dat gesprek was een actieve, mag ik aannemen, hem kennende? Nou, dat was een houding die zou ik willen omschrijven als een scherpe houding op fact-finding. Hij wilde weten wat er aan de hand was. Hij zat er dus bovenop eigenlijk. Nou, dat zijn uw woorden. Hij heeft toen zowel aan mij en mijn collega's die daar waren, als aan de kant van de Waterstaat, goed doorgevraagd. Wat er nu verteld wordt, is dat de werkelijkheid in zijn beeld? En ik kan dat snappen vanuit zijn verantwoordelijkheid. Ik ook, maar in de volksmond hoor ik u zeggen dat hij er bovenop zat, maar op de een of andere manier wilt u dat niet bevestigen? Nee, want ik vind één keer een overleg in zo'n dossier niet dat je er bovenop zit. En dan wil ik nog één onhelderheid over politieke druk ophelderen, hoop ik tenminste. De Ulebelt zei, was er nou politieke druk vanuit die gemeente? Het zei, nee, dat heb ik niet zo ervaren in dat. Ik denk dat het misverstand is dat als de heer Ulebelt bedoelt, was er druk vanuit de gemeente, dat hij daarmee dat politieke druk noemt. En dat u zegt, politieke druk is iets heel anders. Er was druk vanuit de gemeente, dat heeft u bevestigd. U heeft gezegd, zelfs tot 50% sterker dan ik in alle andere projecten ooit heb meegemaakt. Dus die druk was er, dat kunnen we toch vaststellen. Iedereen had er belang bij dat die tunnels open ging. Laat dat duidelijk zijn. Ik wou hiermee ons gesprek beëindigen, onder dankzegging voor uw aanwezigheid. En ondanks het feit dat wij door uitgelopen zijn wederom, gaan wij toch in het moordende schema verder en gaan wij door om 12:15. Ik schors de vergadering.